Hallo allemaal, welkom bij de weekreading voor 5 tot en met 11 juni. Ik ga deze week de set magische boodschappen van de elfen gebruiken. Laten we eens kijken welke 3 kaarten de boodschappen bevatten voor deze week. Oh, hier is er eentje, deze wil eruit. Altijd handig dat ik ook uit een grotere stapel mijn techniek heb om dingen te kunnen selecteren. Dit is kaart 2 en nu gaan we door naar kaart nummer 3. En laten we eens kijken welke dat is. En hier heb ik de 3e kaart. De allereerste kaart. Alles is oké. Maak je geen zorgen. Alles verloopt uitstekend. Nou, ik weet niet hoe het voor jullie is, maar voor mij is dit echt een geruststelling. Want ik ben met zoveel dingen bezig. En ik twijfel toch iedere keer zo erg aan mezelf. Van, ben ik wel juist bezig? Gaat alles wel goed? Omdat ik nog niet alle signalen terugkrijg dat het ook oké gaat, weet je wel. Soms wil je graag die bevestiging hebben en stel je daarvan zo afhankelijk dat je die bevestiging krijgt en dan ga je, en omdat die er nog niet is, ga je twijfelen aan jezelf. Maar deze kaart geeft duidelijk aan, zolang je je weg van je hart maar volgt, zolang je maar die passie blijft volgen, zolang je je doelen maar gaat volgen, dan komt alles oké. Alleen het heeft soms meer tijd nodig dan dat het zich kan manifesteren en laten zien. De 2e kaart voor deze week is zoon. Deze gaat vaak in mij niet in de originele betekenis. Maar het gaat meer over die onderste gedeelte van de kaart. Je wordt beschermd terwijl jij je wereld aan het verkennen bent. Het is een plaatje van een jongetje die speelt met een pad. En een pad staat ook voor transformatie, de pad van transformatie. En daar gaat deze kaart om. Ga op een speelse manier bezig jouw weg verkennen. Wees niet te streng voor je. Opnieuw weer, alles is oké. Wees niet te streng voor je. Er wordt over je gewaakt. Je wordt begeleid. Je wordt gesteund. Durf daarop te vertrouwen en ga gewoon je weg. En als laatste hebben we de kaart herfst. Maar herfst is ook vaak in mijn readingen niet in de originele betekenis. Het gaat er gewoon, herfst is oogsttijd. Je zult, als je doorgaat met de pad, als je blijft doorgaan met je hart volgen, gaan oogsten. En dat betekent niet dat het hoeft wachten tot de herfst. Voor ieder van ons is dat moment anders. En voor de een kan het al deze week zijn, voor de ander volgende week, voor weer een ander pas over een maand, weer een ander over een jaar. Het hangt er vanaf waar je mee bezig bent en welk proces je bent aangegaan. Maar als je door blijft gaan met het volgen van je hart, het licht van je hart blijft volgen, dus alles wat voor jou goed voelt, hè, het licht van je hart, wat voor jou goed voelt, wat voor jou aangenaam voelt, wat jou zegt, ja, dit gaat de goede kant op. Als je dat blijft volgen, dan kom je daar en dan zal er een oogstmoment komen. En soms zijn die oogsten al verspreid en krijg je bijvoorbeeld complimentjes terug of krijg je meevallertjes op je pad of leuke aanbiedingjes die in één keer op je weg komen. Of komt net die ene cursus die je wil gaan doen met een speciale aanbieding. Of heeft iemand anders op een wijze die zegt, nou dat past wel bij mij. Volg daarin altijd gewoon je hart. En dat is dus wat deze week je wil zeggen. Volg je hart. Alles komt oké dan. Ga je pad van transformatie aan, want je bent gesteund. En dan zal je ook oogsten. Gegarandeerd. Dat kan niet anders. Dat is de garantie die deze week jou mee wil geven. Dus ik wens je enorm veel succes deze week. Ga ervoor en graag tot de volgende keer. Dankjewel. Dag.